Nou, voor het eerst in heel lange tijd maar weer eens een video opnemen. Met de ventilatoren van PI3XTV op de achtergrond lawaaimakend. Dit is een recente aankoop. Het is wel een erg leuk dingetje voor heel weinig geld. Nou ja, het is wel even een uitgaaf. Kijk, het is de nieuwe versie. Hier kun je een frequentiestandaard achterop aansluiten. Dat is een transfeurter voor 23 centimeter. Je kunt op de ene poort je antenne zetten. En op de andere, ja, de derde poort is zodat je zender en ontvanger los kunt aansluiten. Dat kan ook nog. Maar je kunt op de ene poort de antenne aansluiten. Op de andere een baal of vengporto. En dan zit je op 23 centimeter. Hij heeft repeater shift. Dat werkt dus ook. Dus je kunt ermee over repeaters werken. Twee verschillende shifts zelfs. En daarnaast... Hij verzwakt dus het zendvermogen. Als je er 200 milliwatt in stopt, werkt het met maximaal 5 watt, werkt het ook nog. Er zit een Fox in die automatisch schakelt. En het leuke is, je kunt hem laten werken tussen 146 en 148. In plaats van tussen 144 en 146. Zodat je er zelf op 2 meter geen last van hebt. Het is een heel klein blikje. Werkt op 12 volt. 2,5 watt uit. Nou, dan gaan we heel snel eens even proberen. Ik heb nog geen antenne, dus dat wordt gewoon een uitdaging. Het is wel een leuk apparaatje, zeg. Deze had hij er ook nog bij gedaan. Dat is een soort HB9CV voor 23 centimeter. Hè? Twee met zijn antennetje met 5,5 dB gain. Ook super klein. het was zo'n klein pakje. Ik dacht dat dat ding veel groter was. Ik heb een transfeurter uit de oude tijd nog. Ook met een watt of twee. Maar die doet alleen 1296 tot 1298, die kunt er geen FM-frequenties mee gebruiken.